derde punt is Turkije. En ik noem dat in het bijzonder omdat ik weet dat Dirk Verhofstadt en ikzelf daarover van mening verschillen. Begin april 1990, vlak voordat ik fractievoorzitter zou worden, was ik in Istanbul en ook in Ankara, of Ankara, op uitnodiging van, laat ik maar zeggen, de Turkse vereniging voor studie van internationale betrekkingen, een soort kreeg Klingendaal van Turkije om een toespraak te houden. Dat heb ik gedaan en ik heb toen gezegd dat Turkije geen plaats verdient in de Europese Unie. Nou, ik kreeg daar geen applaus voor. Dat zult u begrijpen. Men zei tegen mij, waarom? En dat zeg ik nu ook tegen Dirk Verhofstadt. Ik heb gezegd in de eerste plaats, ik heb toen gezegd, dat is omdat Turkije geen Europees land is. En we hebben het hier over de toetreding tot de Europese Unie. Toen zei men tegen mij, wat is een Europees land? Dat vloeit daaruit voort, die vraag. Toen heb ik gezegd, een Europees land is een land dat de grote formatieve ontwikkelingen van Europa heeft meegemaakt. Wat zijn die ontwikkelingen, werd nader gevraagd. Nou, die zijn in de eerste plaats het katholieke vorm van het christendom, de renaissance, de verlichting, de industriële revolutie, de opkomst van de democratie. Dat zijn de grote formatieve gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Europese geschiedenis. En die heeft Turkije niet meegemaakt. Nu industrialiseren ze zich en nu kun je ook zeggen dat dat de democratie er is gevestigd. Maar in het verleden, die grote ontwikkelingen, die hebben de Turken niet meegemaakt. En daarom is Turkije geen Europees land. En daarom behoort het ook niet thuis in de Europese Unie. Er is een tweede reden bijgekomen sinds ik commissaris in Brussel ben geweest. Lid van de Europese Commissie ben geweest. En dat is namelijk dat ik oog heb gekregen voor, dat is een heel breed thema dat ik nu niet kan uitwerken, oog heb gekregen voor het feit dat de Europese Unie veel te veel doet. Er zijn veel te veel lidstaten, er zijn veel te veel onderwerpen en het resultaat is versterring en blokkade. Wel nu, als wij Turkije zouden laten toetreden tot de Europese Unie, dan is er geen reden waarom de Oekraïne nog zou kunnen worden geweigerd. De Oekraïne is per slotverrekening Europeeser dan Turkije. En wat wij de Turken gunnen, kunnen wij de Oekraïners niet weigeren. Wel nu, dames en heren, als men de Oekraïne toelaat tot de Europese Unie, dan is dat niet alleen de Oekraïne. Want dan krijg je natuurlijk ook dat, dank u wel. Dan krijg je natuurlijk ook Wit-Rusland, Georgië, de Trans-Caucasie, de Cis-Caucasische republieken, Georgië, Azerbeidzjan en Armenië, en natuurlijk ook Moldova. On est parti pour la gloire. En dat betekent dus een degeneratie van de Europese Unie in de richting van alleen maar een interne markt. Et encore. Want dat zie ik toch ook niet standhouden. Nou, dat is de reden waarom ik zeg, we kunnen Turkije niet toelaten zonder dat de Europese Unie kapseist. En die mening heb ik nog steeds, maar ik weet Dirk Verhofstadt vindt dat dit niet zo is. Bovendien zouden we te maken krijgen met een nationalisme dat wij in het Europa van vandaag niet meer kennen.